Ik ga jou laten zien hoe jij zelf een heel leuk Halloween pompoentje kan maken met een 3D-pen. Ik ga aan het werk met een mandarijn. Ik heb op mijn mandarijn al mijn pompoen getekend, mijn Halloween pompoen. Dus dat maakt het makkelijker als ik hem ga overtrekken. De zwarte delen die trek ik dus niet over, die laat ik dus leeg. Ik heb mijn mandarijn in twee helften verdeeld. Dat heb ik hier dus aangegeven met een streep. Dat betekent dat ik eerst de bovenkant ga maken en die haal ik er daarna af. Dan draai ik mijn mandarijn om en dan ga ik dus de achterkant maken. Dit laat ik leeg, want dan kan ik dan straks een flikkerend lichtje instoppen. En dan kan mijn Halloween pompoen, ja, dan ziet dat er mooi uit in het donker. Dus dat vind ik wel leuk. Dus dan heb ik straks een voorkant en dan heb ik een achterkant en die maak ik dan aan elkaar vast en dan smelt ik het aan elkaar vast. Ik ga aan het werk met mijn printerpen, die heb ik van de website www.printerpen.nl. En mijn filament wat dan in mijn printerpen gaat. En dit is voor als het blijft lekken, dan kan ik dat er heel mooi eraf halen. Dus dan is zo'n tangetje wel handig. Wil jij weten hoe zo'n printerpen werkt? Hè? Want het kan misschien wel ingewikkeld klinken, maar dat is het helemaal niet. Het is echt heel simpel. Ik zal hierboven een linkje voor je plaatsen waar je kan zien hoe ik met deze pen werk. En dan kun je ook eigenlijk zien hoe simpel het is om hiermee aan de slag te gaan. Goed, dan ga ik dit nu allemaal doen en dan kijk maar met me mee. Op een mandarijn zelf werken werkt niet zo lekker. Dus ik heb hem eerst even afgeplakt met plakband, met een rolletje plakband. En dan ga ik er nu mee aan de slag. Is hem dan geworden. Mijn Halloween pompoentje. Ik heb hier een plekje vrijgelaten voor een flikkerend lichtje. Ik zal hem er even in doen, zodat je het kan zien. Alleen, dan had ik eigenlijk had het pompoentje wat groter gemoeten, zodat het kaarsje eigenlijk hier nou net daarbij kwam. En op zich dacht ik, misschien is het ook nog wel leuk als ik hem dan niet helemaal zo rechtop zet, maar dan een beetje zo erin leg. En dan als het donker is, maar ja, ik heb nu natuurlijk nog alle camera's aan, dus kun je het niet zo goed zien. Als het dan donker is, dan schijnt dat er wel heel erg leuk doorheen en valt dat dus wel heel leuk op. Ik hoop dat ik je een goed idee heb weten te geven over hoe jij zelf ook je eigen Halloween pompoentjes kan maken met een 3D-pen. Vind jij dit soort filmpjes leuk? Geef het een like en abonneer mijn YouTube kanaal om te zien wat voor 3D-printerwerkjes ik nog meer ga maken. Al mijn filmpjes komen ook op mijn website www.jufjannie.nl. Doepa doe!